Deze zomer helpt Fanix jou om fit de zomer door te komen. En vandaag gaan we dat doen met frisbeeën. Denk jij dat frisbeeën geen sport is? Heb je het mooi mis? Want het is het blijkbaar dus wel. Hi, Figen. Hallo. Is frisbeeën wel een sport überhaupt? Ja, zeker wel. Met frisbee kan je natuurlijk een hele hoop dingen doen. Maar er is een spelvorm genaamd Ultimate Frisbee. En dat is wat wij doen. Je speelt 7 tegen 7 op een lang veld van 100 meter lang. En de bedoeling is om al overgooiend de overkant van het veld te bereiken. Een soort estafette race. Nou, zo kun je het zien, maar het is meer qua veldregels meer rugby. Je moet gewoon de overkant halen. En als je de overkant haalt, dan heb je een punt. Weet je wat mij handig lijkt? Ik denk dat ik het nog steeds niet helemaal snap. Ik denk dat het beter is als we het gewoon gaan doen. Ah, dat klinkt goed. We gaan dus frisbeeën en volgens mij doen alleen honden dat, maar ja, of het echt een sport is, daar komen we nu achter. Hildo, je hebt me net 2 technieken laten zien. Welke gaan we nu als eerste doen? We gaan nu de backhand doen. Oké, 4 vingers. 4 vingers, onderhand. Ja, en je duim er bovenop. De pols gebogen. Ja, en met de soepele beweging van de pols gooi je hem weg. Nou, was die soepel of was die soepel? De pols zat er goed in. Wat is het volgende wat gaan we doen? Nu gaan we de sidearm doen. En hoe gaat dat? Je legt je wijsvinger en je middelvinger onderin tegen de rand van de schijf. Ja, prachtig. Ja. Nu laat je hem aan je zijkant een beetje losjes aan je pols hangen. Andersom. Ja, prachtig. Maar vangen, hoe doe je dat? Moet ik dat met mijn mond? Nee, niet met je mond. Ja, het belangrijkste is dat je hem hebt. En om zo veilig mogelijk te vangen, zet je je borst erachter, 1 hand boven, 1 hand eronder. Waar komt het eigenlijk vandaan? Het is 40 jaar terug in Amerika bedacht en daar is het nu heel groot. Hier in Nederland is het nog best klein, maar we zijn hard aan het groeien. Is het niet mogelijk dat ik even meedoe, een wedstrijdje of zo? Ja, klinkt goed. Stap er maar in. We hebben net kunnen zien hoe hard de jongens wel niet moeten trainen. Het is echt een hele intensieve sport. En deze zomer kan je er zeker fit van worden. Ik ben in ieder geval klaar mee en ik ga naar huis. Ik zie jullie gewoon de volgende keer weer. Zo. Dat is mooi.